Wanneer begint de slimste weer? Oh, eind juli? Eind van deze maand, denk ik. Dat is binnenkort al. Ja, dat is al binnenkort. Nou, ik dacht dat het ietsje later begon dan normaal. Okay. En iets langer doorloopt dan normaal. Op NPO 1 weer? Ja. En de vrijdag er weer en bij? En er is nog de slimste, de champions of zo. Of de voormalige goede scoorders. Daar is een apart programmaatje over gemaakt. Ik zat nog te denken, heb je daar veel over Rutte gezegd? Want dan moeten ze dat nu allemaal eruit knippen. Want dat is natuurlijk allemaal niet meer actueel. Hartstikke actueel natuurlijk. Ik denk dat ik daar ook wel eens heb gezet dat ik vond dat hij te lang bleef zitten. Ja, klopt, maar dat is nu natuurlijk in de context waar dat je... Ja, dat is niet relevant. Nee. Gaan jullie dat dan opnieuw opnemen of wordt het eruit gehaald? Ja, dat is net als dat heeft iemand een boek geschreven over mijn media optreden, zal ik nou maar zeggen. En die schreef wel zorgelijk dat hij een aantal dingen over Rutte, dat die veranderd moesten worden. Maar voor mij hoeft dat helemaal niet. Ja, zo schrijft de geschiedenis voort. En soms gebeuren er dingen die je niet aan hebt zien komen. En dan moet je maar... Dat is toch helemaal niet erg? Nee, vind ik ook niet. Zo werkt het. Ja, als je dat niet wil, dan moet je zoals ik, wat ik nu heb gedaan, mijn jeugdherinneringen op papier zetten. En dat is het fijne. Die stoppen gewoon in 63. Die stoppen met de moord op Kennedy. En de manier waarop ik dat te weten kwam. Wat een... Het is een leuk, passend moment, vooral omdat het totaal onverwacht was. Ja, ik zat in een stoptrein in het oosten des lands, weg naar Delden. En in het station voor Delden, ja, allemaal hetzelfde station voor niks, stapte er een man in en die ging niet zitten, die bleef staan. Ook al gek, de trein begon te rijden. En die zei toen op een soort semi-plechtige toon, ze hebben Kennedy vermoord. En toen zeiden allerlei mensen in die coupé, die zeiden, ja joh, flauw. Wat een flauwe mop, heb je niks beters verzinnen. Maar ja, dat was 22 november 1963. Het leek me een mooi moment om mijn jeugdherinneringen mee af te sluiten. En waarom is dat het moment waarvan je zegt, daarmee sluit ik die jeugdherinneringen af? Nou, het kwam gewoon goed uit, omdat ik natuurlijk in oktober, de oktober daarvoor, 24 oktober 63, ben ik natuurlijk 20 geworden. Ja. Ik was dus 20, ja. Waar houdt je jeugd op? Dat is natuurlijk een hele interessante vraag. Waar houdt iemand zijn jeugd op? Houdt die op volgens de juridische regel dat je op je 18e volwassen bent? Want dan mag je ook in dienst en al die andere dingen. Of moet je, ja, ik zou zeggen, bij veel studenten was mijn indruk dat de volwassenheid zich pas begint aan te kondigen als ze jaren 25 zijn. Je hebt natuurlijk allerlei mensen die bijvoorbeeld heel jong al aan het werk gaan of verschrikkelijke dingen beleven waar de volwassenheid wel eerder komt. Het viel mij altijd op bij jonge mensen dat als je een verjaardagspartijtje hebt en zo, dat ze geen poten uitsteken. Niet waar? En dat het altijd bejaarde tantes zijn die zo ongelukkig lopen op zo'n avond. En dan ineens, zo tegen de tijd dat ze 25 zijn, zeggen ze het en je valt van je stoel van verbazing van... Zullen we even helpen? Er is plotseling een bewustzijn aangebroken van sociale verplichtingen. Dat je best eens even kunt helpen. Gaan ze maar door.